En vandaag, 7 december, is niet alleen kroonprinses Amalia jarig en 18 geworden. Het is ook de Nationale Vrijwilligersdag. Door het hele land worden vrijwilligers door hun eigen organisaties in het zonnetje gezet. En in Zeewolde hebben ze zelfs een heel tijdschrift met en over Zeewolder vrijwilligers gemaakt. Renate Vos van Ittersum is vrijwilligerscoördinator bij Zeewolde voor elkaar. Renate, goedemiddag. Goedemiddag. Nationale Vrijwilligersdag. Nou, gefeliciteerd, zou ik maar zeggen. Is het een belangrijke dag, vind jij? Ja, zeker, absoluut. Het is altijd goed om waardering uit te spreken naar iedereen die zich vrijwillig inzet. Op wat voor manier dan ook. Ja, want ik heb me dat echt niet zo gerealiseerd. Maar er zijn ontzettend veel organisaties in het hele land die vandaag echt iets bijzonders doen, hè, voor hun vrijwilligers. Ja, klopt. Nou ja, dat hoop ik tenminste ook. Want dat is gewoon heel belangrijk dat er soms even bij stil wordt gestaan. Nou, jij kan wat vertellen over Zeewolde. Wat gaan jullie precies doen in Zeewolde vandaag? Ja, nou, het is een bijzonder jaar. Want 2021 is ook uitgeroepen tot het jaar van de vrijwillige inzet. En daarom hebben wij vanuit het platform Zeewolde voor elkaar, wat we hier in Zeewolde hebben, wat ik dus coördineer, een bijzondere actie ook gedaan, dat het een bijzonder jaar is. En hoe toepasselijk op de dag van de vrijwilliger dat te promoten, te publiceren. En dat is dus het vrijwilligersmagazine, wat we dit jaar apart daarvoor hebben gemaakt. Ja, vertel eens over dat magazine. Wat staat er dan in? Ja, er zijn allerlei verhalen van in dit geval Zeewoldenaren die zich vrijwillig inzetten. Dat is van de burgemeester tot een maatschappelijk betrokken ondernemer hier in het dorp. Tot vrijwilligers van de sportvereniging, de voetbal, de volleybal. Die zich bezighouden met het vrijwilligerswerk binnen hun werk. Mensen die een eigen initiatief, hier een burgerinitiatief hebben opgezet, die laten we aan het woord, die brengen we in beeld. En we hopen op die manier natuurlijk ook weer anderen daarmee te stimuleren, maar ook natuurlijk gewoon te laten zien wat voor fantastische werk en inzet zij allemaal doen voor het dorp. Maar doet burgemeester Gorter ook vrijwilligerswerk? Ja, zeker. Wat doet hij dan? Heel veel. Oh, nou, ik heb, dat zeg ik echt, lees straks gewoon het interview van hem maar eens door. We publiceren uiteraard ook het magazine straks online. Maar hij heeft zich het hele jaar, al zijn jaren van zijn levensjaren, zet hij zich al vrijwillig in. En heel veel binnen het jeugd en de cultuur. Met hutten bouwen, met festivals. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar de burgemeester zet zich heel erg in. Maar jullie laten dat ook zien in dat magazine. Want dat soort mensen zijn ook een voorbeeld voor anderen om ook de handen uit de mouwen te steken. Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Dat hier door het magazine ook weer mensen denken van goh, wat leuk en wat goed. En ik ga eens kijken op het platform zeewoldevoorelkaar.nl wat daar nog meer op staat. Waar nog mensen nodig zijn. Of ik kijk gewoon in mijn buurt of in een vereniging waar ik nog iets kan doen. Ja, Renate, kan je kijken op een website. Want je hoort best vaak dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Hoe zit dat eigenlijk in Zeewolde? Is hij niet wel een beetje bereid om wat voor een ander te doen? Ja, ik denk dat hier nog steeds wel echt heel erg de pioniersgeest leeft. Dus dat er hier echt nog wel de mensen zijn met de schouders eronder. En we pakken het met z'n allen op. Dus ik denk aan de ene kant dat er zeker enorm veel aan vrijwillige inzet is. Anderzijds kunnen we natuurlijk altijd nog vrijwillige inzet gebruiken. Ik denk aan mensen die bijvoorbeeld nu alleen thuis zitten en wel wat gezelschap kunnen gebruiken in deze benarde situatie waar we nog steeds natuurlijk met z'n allen in zitten. Ja, want bij Zeewolde denk ik ook aan veel mensen die het druk hebben, gewoon met een baan en zo. Ik bedoel, hoe ga jij die mensen over de streep trekken om daarnaast toch ook nog wat vrijwilligerswerk te doen? Ja, je kan je ook altijd af en toe eens inzetten. Hè? Of al is het maar een uurtje. Ik noem maar zo, stel dat je zelf boodschapjes gaat doen voor je eigen, kan je misschien ook wel een boodschapje halen voor de buren.
Misschien bij de sportvereniging van je kinderen, die natuurlijk daar nog misschien nog wel wat vrijwillige inzet kunnen gebruiken. Wanneer je kinderen sporten, dat jij wat voor de vereniging kan betekenen. Op school, hè, daar zullen natuurlijk ook altijd moeders nodig zijn of vaders die zich op een of andere manier willen inzetten voor een projectje. Weet je, ook dat is vrijwillige inzet. Nou, woon je in Zeewolde en wil je als vrijwilliger aan de slag, kijk dan op de website zeewoldevoorelkaar.nl. Daar komt denk ik ook dat magazine op te staan. Kunnen we gewoon lezen wat burgemeester Gortler allemaal doet. Renate Vos van Ittersum van Zeewolde voor elkaar. Heel erg bedankt en nog een fijne dag voor de vrijwilliger vandaag. Dankjewel.